Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op 17 oktober wordt in de Victoriazaal in Zorgcentrum De Wijngaard in Maden het Alzheimer Café gehouden. Het thema van die bijeenkomst is het vergeten of dementie? U wordt die avond geïnformeerd over verschillende vormen van dementie. Dementie is een verzamelnaam van verschillende hersenziektes. Welke vormen van dementie zijn er? Wat zijn de kenmerken die daarbij horen? Wat zijn de verschillen? Men gaat hierover in gesprek met Jordi Muller, neuropsycholoog. U bent van harte welkom. Op 30 september werd door stichting NAH een fancy fair georganiseerd. De letters NAH staan voor niet aangeboren hersenletsel. In een eerder nieuwsbericht hadden we de fancy fair, die inmiddels achter de rug is, al aangekondigd. Omroep Drimmelen was op de dag aanwezig en maakte daar een korte beeldimpressie van. Het was mooi weer, er konden spelletjes worden gespeeld en er was een markt ingericht met van alles wat. Doel van de Fancy Fair was geld in te zamelen voor de stichting. Corrie Lohman van de stichting Puur en AH gaf ons daar wat meer informatie over. We zijn hier vandaag bij Stichting Puur NAH. Deze stichting heb ik opgericht omdat mijn man een hersenbloeding heeft gekregen en daardoor NAH overgehouden heeft. NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. En vandaag organiseert de stichting, alle deelnemers, de vrijwilligers en de mantelzorgers organiseren een fancy fair om geld in te zamelen, om leuke activiteiten te doen, om op stap te gaan of om hier dingen uit te breiden. We willen nog heel graag een rustruimte, want we merken dat de mensen met NAH tussendoor halverwege de dag rust nodig hebben. En dat is een droom van ons die we samen willen gaan verwezenlijken. Van 4 tot 15 oktober wordt ook dit jaar de Kinderboekenweek georganiseerd. Ongetwijfeld zal daar op school en in de bibliotheek de nodige aandacht aan worden gegeven. Want zeg nou eerlijk, lezen is toch het leukste wat er is? Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek Bij mij thuis. Thuis is een rekbaar begrip en voor iedereen betekent dat iets anders. In boeken komt dit thema natuurlijk ook vaak uitgebreid aan bod. Daarin kom je ook allerlei thuissituaties tegen. Dat kan variëren van een hele gelukkige thuissituatie tot zelfs geen thuis. Verhalen en boeken stimuleren de lezer om hierover met elkaar in gesprek te gaan. In zorgcentrum De Wijngaard wordt op 11 oktober een herfstmarkt georganiseerd. Deze duurt van 10:30 ochtends tot 3:00 middags en de toegang is gratis. Op 14 oktober wordt van 9:30 ochtends tot 4:00 middags in het Witte Kerkje aan de Hoofdstraat 1 in Terheide een rommelmarkt georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van het monumentale kerkje, zodat dit voor het dorp Terheide en de protestantse gemeente behouden kan blijven. Zaterdag 28 oktober van 12 tot 4:00 middags wordt in het park bij het gemeentehuis in Maden een inspirerende beleefmiddag gehouden voor jong en oud. Ook hier is de toegang gratis. Op 2 oktober zijn aan de Zeilbergstraat in Maden grondwerkzaamheden gestart en wordt er gewerkt aan riolering en bestrating. Daarmee zijn de laatste werkzaamheden gestart die zorgen voor de afronding van de nieuwbouwwijk Het Venster van Maden. De werkzaamheden staan ingepland tot 3 november en zorgen voor verkeersongemak door afzetting van wegen en omleidingen. Zeker omdat de Zeilbergse straat een drukke uitvalsweg is van de wijk. Soms ontkom je daar niet aan, helaas. Schoon drinkwater. Het lijkt vanzelfsprekend, maar is het dat ook? Brabantse waterschappen vragen om meer samenwerking om in 2027 aan de waterkwaliteitseisen te kunnen voldoen. Ze geven aan dat er een betere samenwerking nodig is, wil Nederland de Europese doelen voor waterkwaliteit binnen de kaderrichtlijn water halen. Iedereen is aan zet en men vraagt daarom alle overheden en betrokken instanties hun verantwoordelijkheid te nemen.
De gemeente stelt u graag voor aan Els. Els is een van de ervaringsdeskundigen die zich in onze gemeente inzet voor mensen met uitdagingen of beperkingen. Els deelt met ons haar verhaal voor Iedereen doet mee in Drimmelen. In de video vertelt ze waar zij als MS-patiënt in het dagelijkse leven tegenaan loopt, hoe ze daarmee omgaat en hoe anderen daar het beste mee om kunnen gaan. Deze video is onderdeel van een serie waarin verschillende ervaringsdeskundigen ons meenemen in hun uitdagingen en helpen om het bewustzijn daarover te vergroten. De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Bekijk de video met Els op het YouTube-kanaal van de gemeente Drimmelen of scan de QR-code met uw smartphone of tablet. Dansen, hockey, judo, turnen, scouting, boksen. Dankzij Sjors Sportief kunnen basisschoolleerlingen in de gemeente Drimmelen ook dit jaar vrijblijvend ontdekken welke sport het beste bij ze past. Ze leren hun creatieve talenten kennen, maar dan via Sjors Creatief. Kinderen kunnen zich inschrijven voor onder andere proeflessen tekenen, schilderen, koken, bakken en muziek maken. Het succesvolle project laat kinderen laagdrempelig en vaak gratis kennis maken met uiteenlopende activiteiten. De inschrijvingen zijn deze week van start gegaan op sjorssportief.nl. Bij zijn aantreden als burgemeester van Drimmelen heeft hij aan u allen een oproep gedaan om foto's in te sturen van uw favoriete hotspots in onze gemeente. Op deze oproep hebben veel mensen gereageerd. Van alle ingestuurde foto's is een kunstwerk gemaakt waarin u de contouren van onze gemeente kunt herkennen. Alle ingestuurde foto's hebben een mooi plaatsje gekregen. Een trotse burgemeester onthulde dit kunstwerk en de fotocollage hangt op een mooie plaats in zijn werkkamer. En dit was dan weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 10:30 en 11:30 's ochtends op de radio van Omroep Drimmelen.